Vandaag zijn we hier allen met een missie. Allemaal met een missie, wat God zegt, sta op en schitter. Want je tijd is gekomen. Je tijd van blessing is vandaag gekomen in je leven en in je hart. Halleluja. En wat je nou zo mooi vindt. Er zijn mensen die zeggen, ik heb het best wel moeilijk in mijn leven. Prijs Jezus daarvoor. Want de anointing komt vrij onder druk. Juist als je het moeilijk hebt in je dagelijks leven, wanneer je wordt enorm aangevallen, weet je, we hebben dat allemaal nodig. Want als het allemaal voor de wind gaat, het is een geweldige mooie achternaam als je voor de wind heet. Maar het is juist belangrijk, die tegenslag. Dat gaat je zelf maken tot een krijger. We hebben dat nodig, die tegenslagen in ons leven. En dan zeg je, ja maar Pastor Hans, je bent toch een voorspoedprediker? Of course ben ik een voorspoedprediker. Gisteravond ook, het ging allemaal zo voor de wind, dat er een hele mooie scherm ging kapot. €250 naar de maan. Het internet werkt niet, lukt niet met livestreamen. Maar ik dank Jezus ervoor. Want ik weet wat jij ook weet. Ik weet dat God onmogelijke dingen in jouw leven gaat doen. Halleluja. Wees erop voorbereid. Want juist als wij denken dat het allemaal voorspoedig gaat in ons leven, dan moeten we uitkijken. Dan kunnen we ook in slaap sukkelen, net zoals dat Benjamin in slaap sukkelt daarachter op die tafel. Halleluja! Maar nu is hij wakker geworden. Prijs Jezus daarvoor. Want hij hoorde zijn naam. Want God heeft jou geroepen bij een persoonlijke naam. Halleluja. En deze naam is niet zomaar een naam. Het is een naam die God speciaal aan jou heeft gegeven met een bedoeling. Als je kijkt naar de namen van Jezus, 200 namen, dat symboliseert de karakter van God. En zo heeft God ook jou een naam gegeven, wat ook een bepaalde karakter symboliseert voor jou. En daar mag je trots op zijn. Ben je trots op jezelf? Het is belangrijk om jezelf niet onderuit te schoppen, maar juist te zeggen van de kracht van Jezus is in mij. Ik ben een kind van God en Hij zit in mij en ik in Hem en we zullen samen vrucht dragen. Want dat wil God. God die wil dat wij vruchtdragers zijn in zijn koninkrijk. Halleluja. Ja, de PowerPoint die is niet zo snel. Ben jij dat? Nee. Ja, je mag hem weer terug doen. Ja, sta op en schitter. Je licht, jouw licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Jouw licht is gekomen. Jezus die heeft gezegd, hij zei eerst, ik ben het licht van deze wereld. En toen was Jezus nog in deze wereld. Maar toen hij naar de Vader ging, toen zei hij, jij zijt het licht van deze wereld. Jij bent een lichtdrager. Waar jij komt, er zullen dingen veranderen in je leven. Halleluja. En dat is zo mooi om dat te weten. Je mag het nu wel doen, maar Gabriel, want hij werkt dus niet. Of ik moet het nog aandoen natuurlijk, hè? Dat werkt hij beter. Ja, nou werkt hij beter. God kan Lazarus in je leven opwekken. Geloof je daarin? God, Jezus, die zegt tegen haar, die zegt tegen Martha, ik heb toch gezegd dat Gods grootheid zul je zien als je gelooft. En dat is zo. Jij gaat God grootheid zien als geloof in werking gaat treden. Geloof is de basis van ons als gelovigen. Wij zijn niet meer christendom, we zijn gelovigen geworden. Dat is een andere mentaliteit als de mentaliteit die misschien vandaag aan de dag de kerk heeft.
Door het geloof, heel brilwend. Wat gebeurde daar door het geloof? Nou, noem het allemaal maar eens op. Dan is dat enorm veel. Halleluja. Weet je dat Jezus Maria en Martha bezocht nadat hun broer Lazarus al 4 dagen dood was? Uiteindelijk arriveerde hij, zei Martha tegen Jezus, als hij hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. En dat is het ook. Probeer maar eens even verder te gaan, Gabriel. Probeer maar. Martha die keek naar haar toekomstige mogelijkheid, maar niet naar haar huidige werkelijkheid. En dat is vaak het probleem. We kijken op een gegeven moment niet verder als tot ons neus lang is. Daar hebben we heel vaak mee te maken. Maar je moet gaan kijken, niet op vandaag in het hier en nu, maar je mag ook kijken in de toekomst wat God voor jou heeft. En dan vraag ik aan jou, wat denk jij dat God voor jou in de toekomst heeft? Denk daar eens over na bij jezelf. Wat zal God voor jou in de toekomst hebben? Ik geloof erin iets geweldigs. Iets magnifieks, dat geloof ik in. Martha die verkeerde duidelijk in een staat van wanhoop. Toen zei Jezus tegen haar, je broer zal uit de dood opstaan. En Martha die antwoordde, ik weet dat hij opstaat, op de laatste dag zal opstaan. En dus, dat wist hij wel. En dus, we kijken vaak naar het hier en nu. Ik denk niet dat zij begreep wat Jezus zei. Ze keek naar de toekomstige mogelijkheid, niet naar de huidige werkelijkheid. Ze verwachtte niet echt de situatie, dat de situaties konden veranderen. Maar ik heb gezien in mijn leven dat God situaties verandert. En daar ben ik enorm blij mee. Want als ik kijk, bijna 20 jaar geleden, toen was ik niet een hele lieve jongen. Toen was ik echt wel een behoorlijke crimineel. En als ik kijk op dat moment, hoe mijn leven toen was, er was een puinhoop. En als je mij toen had verteld, van dat ik een prediker zal worden, dan had ik tegen jou gezegd, je hebt een gaatje in je hoofd. Want dat geloofde ik dus totaal niet. Maar God, is de God van de onmogelijkheden. En hij kent jouw situatie en hij kent jouw hart ook. En dat is juist het mooie bij David. David was een man naar Gods hart. He, ondanks al zijn fouten, ondanks al zijn gebreken, wist God dat er in zijn hart om ging. En dat is juist het mooie wat wij vandaag aan de dag mogen zien. Ik denk niet dat Martha werkelijk begreep wat Jezus zei. Zij keek dus op een gegeven moment alleen maar naar een andere mogelijkheid. Niet dus naar die huidige mogelijkheid. Verwachtte ze dus niet. En dat zij verwachtte dus niet dat de situaties konden veranderen. Vele mensen die zitten net als Martha, zitten ze vast in hun huidige situatie van hun denken. Maar God is groter als jouw denken. Amen. God is groter dan jouw gevoel. Amen. En gebruik geen gevoel, maar gebruik geloof. Want uw geloof heeft u behouden. Daar staat niet, uw gevoel heeft u behouden. Jouw gevoel die zegt, ja, ik deed het niet, ik begrijp het helemaal niks van. Ja, en het gaat altijd weer fout. Ja, en als je denkt dat het goed gaat, dan gaat het weer mis. Dat is jouw gevoel. Mijn gevoel ook. Mijn gevoel die bedriegt mij ook af en toe wel. Maar we moeten niet gaan op ons gevoel. Kijk, van de week was ik even op zoek naar een andere auto. De Heer heeft mij gezegend met een hele mooie auto, maar ik was toch op zoek naar een andere auto. Mijn gevoel die wou toch een Mercedes. En toen was ik bij de Mercedes en ik keek naar de Mercedes en ik denk van nou, die is helemaal niet zo mooi. En die is ook nog kleiner dan mijn auto. Ook nog veel duurder.
En toen ben ik weer in de auto gestapt. Ik zei, nou vader, dankjewel voor mijn auto. En sorry dat ik aan het modderen ben, dat ik aan het mopperen ben. Dat is mijn gevoel. En mijn gevoel, die zegt af en toe wel eens, van nou, ik heb nog zin in extra eten. Je hebt nog honger, je wil nog die chocolaatjes. En dan zegt mijn geest, dat is niet goed voor jou. Weet je, dat blijft altijd wel een strijd in ons. Amen. We hebben die strijd, die hebben we wel af en toe nodig. Om de duivel het schaamde rood op zijn kaken te zetten. En dat we zeggen, ja maar luister duivel, wij zijn kinderen Gods. En een kind van God vreest niet. Een kind van God is niet bang. He, of heb je ook stemmen in je hoofd, of heb je ook rare gedachten, of heb je ook pijn in je voet. Een kind van God weet wat God kan doen vandaag. Halleluja. En dat is mooi. Kinderen God, wij leven in een overwinnend leven. Amen. Jezus die wekte Lazarus op uit de dood. Hij kan de Lazarus in jouw leven ook opwekken. Dus hij kan wat niet tot aanzien is, kan hij tot aanzien roepen. Je mag verder. Doe maar, probeer maar. Dus God die kan elke tegenslag een nieuw begin doen ontstaan. Dus juist die tegenslagen in je leven. Wauw. Wauw. Daar kan God iets mee. Want hij leert op een gegeven moment dat je. Hè, kijk, als je kijkt naar Robbie. Die dat er dan bij kamp voor Koningsbrugge. Wie heeft dat gezien? Wie heeft er maar naar mogen kijken? Wauw, hij ging door de vieren heen. Hij kreeg lammetjespap. Zoals zo die brood. Pap met brood en nog een beetje melk erdoorheen. Nou, dat is niet te vreten. Jongen. Maar dan was het in 1 minuut moest je dat opeten. En dan moest je weer door. En ik dacht, zijn wij een stel lui gisteren. We zijn lui, we zijn verwend. Zoals een matras niet goed ligt. Oh, dan moeten we weer naar de IKEA voor een nieuw matras. Is onze auto als de banden versleten zijn? Ja, nee, heer, het is een slechte auto. Nee, het zijn slechte banden. Maar we zijn veel te veel zijn we verwend. We willen eigenlijk een beetje. Vroeger werd mij verteld op een gegeven moment. Ik kreeg de Rozenevangelie kreeg ik mee. Dat als je Jezus aanneemt, dan zijn alle zorgen voorbij. En ik, wauw, dat wil ik wel. En toen nam ik Jezus aan en toen begon de juiste zorgen. Die begon de juiste problemen in de moeilijkheden. Eerst iets wat begon. Ik kwam in de kerk. En ik begon te praten. En ik zei, ach ja, dan leg je gewoon die vent om, joh. Dan moet je niet moeilijk over doen. Wat heb je het over? Over omleggen? Ja, daar ik gewoon koud maken. Dat was mijn taal. Mijn taal was op een gegeven moment niet van nou even netjes en fatsoenlijk praten, dat kon ik gewoon niet. Dat heeft 15 jaar geduurd voordat ik dat pas kon. Nou uiteindelijk, ik dank God ervoor dat het nou vandaag aan de dag vrij goed is gelukt met hem. Dat hij dat lukt in mij. En natuurlijk af en toe nog wel eens een keer een grapje, maar dat hoort bij mij erbij. Dat is gewoon Hans Blauw. Maar de geest van God die werkt door jullie allemaal heen, zodat jullie allemaal zijn. Dus ik zou zeggen tegen jou, verander niet totdat de geest van God zegt waarin je moet veranderen. Maar God die wil jou gebruiken op jouw manier. En dat is juist zo mooi. Mag ik naar de volgende? Het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Nou, stel je eens voor dat jij hier staat en iemand die staat voor jou met een zwaard. En die wil gaan slaan jou. Wat ga je doen? Weglopen, oké. Dat is één optie. Volgende optie. Wie heeft er nog een optie? Ik kan vragen aan hem als die zwaard scherp genoeg is. Probeer het tegen te houden. Probeer het tegen te houden.
Dat gebeurt vaak. Wordt vaak weggelopen, er wordt vaak tegengehouden. En dat zie je ook op straat als Frits en Thea gaan evangeliseren. En dat ze het woord van God gaan brengen. Want die is al scherper als een tweesnijdend zwaard. Ze lopen er voor weg of ze willen het tegenhouden. Maar ze zullen het niet ervaren in hun leven niet. Want het woord van God verandert situaties in je leven. En dat is juist zo mooi wat je mag zien. Hij verliest nooit de hoop. He, en God, die kan elke pijn in je leven kan die veranderen. En de man van Ilse, die heeft vroeger bij de Mariniers gezeten, geloof ik. En die zei, pijn is fijn, jeuk is leuk en bloed, dat moet. Mensen krijgen in Gods Koninkrijk. Wees niet lafhartig. Kijk, weet je wat ik deze had over deze zwaard? David die komt bij de reus Goliath. En wat heeft de reus Goliath? Een zwaard. Hij heeft een enorm zwaard. En die reus die denkt op dat moment van kom jij maar hier, ik hak jou in 1000 stukken, in 1000 hondenblokstukken. Maar als we het woord van God hebben, dan hebben we het zwaard in onze hand. David die weet het ook, het is niet alleen het woord van God, maar het is ook de geest van God. En David die doet het met de geest van God, dat hij op een gegeven moment die Goliath te lijf durft te gaan. Dus David die schijnt daar in de volle glorie van de Heilige Geest. Hij staat daar en hij schijnt. En dat is ook het mooie wat jij en ik mee mogen maken in ons leven. Mag ik verder gaan? Kijk, weet je wat het probleem is? Jezus die komt bij het badwater van Siloam, hè? Siloam was dat toch? Ja. Maar die man die is daar al 40 jaar. En elke keer dat daalt daar een engel in het water af. En wie het eerst in het water is, dus wie het eerst in de aanwezigheid van God is, die geneest op dat moment. En dan lukt het deze man niet, die is dan al 40 jaar in dezelfde positie waar hij in zit. Maar prijs God, dan komt Jezus bij het water. En die vraagt aan hem een hele stomme vraag. Weet je wat hij vraagt aan hem? Wil je genezen worden? Wil je genezen worden? Dat vraagt hij. Mij vraagt nog iets anders. Hoe lang ben je hier al? Hoe lang? Hoe lang? Dat is een andere vraag. Hoe lang ben je hier al? En hoe komt het dat je nog niet genezen bent? Er zijn heel veel kinderen Gods vandaag aan de dag in de kerk en ze zijn nog niet veranderd. Omdat ze never willen veranderen in hun leven. En deze man ook. Hij ligt er al 40 jaar. Ligt hij daar bij het water. Maar prijs Jezus. Jezus die geeft hem een bevel. En het bevel is. Neem je matras op. En wandel. Weet je waarom hij zijn matras moest opnemen? Waarom? Oude leven. Dat was een oude leven, juist. Jezus zei, zorg ervoor dat je je oude leven aflegt. Zorg daarvoor. Zorg ervoor dat je niet in het oude blijft zitten, maar dat je gaat veranderen. En dat is juist het mooie. En het is een bevel, hè. Het is niet een verzoek, maar het is juist een bevel wat Jezus geeft aan deze man. Dus als ik voor jou ga bidden, dan geef ik een bevel aan jouw lichaam, aan je lichaam en aan je geest om te genezen in Jezus' naam. Het is een bevel wat je uitstuurt en dan moet dat gedaan worden. En dat is juist het mooie. Dus Jezus geeft ook die man een bevel.
En als ze daar niet naar luisteren, hè? Als ze niet gaan luisteren naar die bevel, dan krijg je te maken, net als de vrouw van Lot, dat je gaat veranderen in een zoutpilaar. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, je gaat verkolken. Nou, als je kijkt artritis, dat is ook eigenlijk een verkolking in het lichaam. En dat heeft ook veel te maken met boosheid. Wauw. Dus niet achterom kijken in je lijden, oude leven. Dat is eigenlijk het bevel wat God jou eigenlijk geeft. Want als je achterom kijkt naar je oude leven, kijk je alleen maar naar de ellende van iemand. Toen ik een tijdje geleden, vorige week, was er iemand die viel mij aan op mijn oude leven. Die zegt, ja, maar 30 jaar geleden was hij dat en dat en zus en zo. Kijk je achterom. God die wil niet dat je achterom kijkt. God die wil dat je vooruit kijkt. En dat is juist het mooie wat we mee mogen krijgen, Gabriel. Kijk, zonde vanuit je verleden, dat zijn negatieve impulsen wat je meemaakt. Je leven werd beïnvloed door de duivel. Je ouderlijk huis kan ook bijvoorbeeld heel wat teweeg hebben gebracht in je leven. Je opvoeding, wat je meemaakt, oh heerlijk, ja, een kopje water, ja, lekker. He, dat is ook gewoon, ik heb nog meegemaakt verslaving. Daar heb ik meegemaakt, en behoorlijk zelfs. Maar, blijf niet in je verleden. De nieuwe mens is, wie ben jij nu? Wie ben jij nu in Jezus? Jij bent een nieuwe schepping. Je bent wedergeboren, halleluja. Dankjewel. Je hebt bevrijding meegemaakt. In mijn geval wel. Had ik heel veel bevrijding nodig. En dat is zo mooi. En dan is het heel belangrijk, de Heilige Geest in je leven. Want die leidt jou naar de volle waarheid. En die hebben we allemaal heel hard nodig. He, en dat kunnen we niet zonder die doop. Daar hebben we echt wel die doop voor nodig. Vanmiddag had hij het ook over de dopen. He, en ik weet niet als iedereen hier gedoopt is. Onder water. Kijk, ik kan je vandaag dopen met water. Dat is een paar dingetjes van die dingen. En dan gebeurt het zo en dan ben je gedoopt. Maar oké, dan zijn je voeten nog niet nat. Je bent niet helemaal onder water gedoopt, niet. Maar je bent met water gedoopt. Nou, dat heeft maar een klein beetje betekenis, dat mijn haar is een beetje een paar punten is nat. Maar verder dus niet. Maar God die zegt op een gegeven moment, weet je, de waterdoop is een heel belangrijk iets, is dat. Het is een geestelijk symbool. Het is een oude leven wat je begraaft. En je staat met als een nieuw mens sta je op. En je doet het niet voor de kerk. Je doet het niet voor je broeder, of voor je zuster, of voor je vader of moeder. Maar je doet het voor jezelf in de relatie met Jezus. Ja, ik was ook gedoopt. Hè? Ik heb mijn verhaal wel eens een keer verteld. Ik ben dus niet alleen Nederlander. Ik ben niet alleen Wenen geboren, maar ik ben ook nog Jood. En dat heeft zo zijn voordelen. Want toen ik 12 jaar was, toen werd tegen mij gezegd, als jij je laat dopen, krijg je van ons een nieuwe fiets. Denk een goeie deal. Nieuwe fiets. Dus die voorganger vroeg aan mij, waarom laat jij je dopen? Ja, ik kon net niet zeggen, voor een nieuwe fiets. Dat kon ik niet. Maar ik deed het wel voor de nieuwe fiets. Dus ik was niet officieel gedoopt. Uiteindelijk, nadat ik dus wedergeboren was op mijn 26e, heeft het nog een aantal jaren geduurd. Maar op mijn 29e heb ik mij echt laten dopen. Echt laten dopen. In een moddersloot in Borgersholt. Het stond daar als een uur in de wet.
Echt waar. Dus als je dat nu nog gelijk bij mij, dan is het geen probleem, maar dan weet je dat het in Borgerslof is. In Borgerslof. Maar ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Want op dat moment, ik kwam boven en de zonnestralen die kwamen op mij. En het was ook echt dat ik vervuld werd met de Heilige Geest. En dat mijn leven in vuur en vlam stond. En daar was ik blij mee. He, en toen was ik ook, had ik zoiets van, nou, dan heb ik niet alleen een relatie met mijzelf, maar ook met andere mensen. Want ik kan veranderen. Want dan gaan de vruchten van de Geest, die gaan in werking in je leven. En dan ben je niet meer aan het slapen in Jezus naam. Halleluja, kijk nou wat je weer wakker, hè. Nou, dat is zo belangrijk. Dus we hebben te maken met negatieve gedachten in ons leven. Dat die gedachten die kunnen doorgaan naar negatieve gedrag en naar een negatieve houding en negatief denken. Dus kan jij negatief denken een gewoonte worden in je leven of niet? Ja. Ja. Dat kan een heel groot probleem gaan worden, een heel groot dilemma. Want als jij continu negatief blijft denken, dan heb je ook een negatieve input. Kijk, ik had vroeger, was ik ook iemand die doemdenker was. Toen ik een jaar of 15 was, ik dacht altijd negatief, altijd. Ik was ook wel vrij angstig voor heel veel dingen in mijn leven. En dat heeft heel wat jaren gespeeld in mijn leven. Maar nu is het mooiste dat mijn schoonzus, die zegt tegen mij van Hans, je ziet geen enkele beer op je weg. Ze zei, nou, ik zei, als ik een beer tegenkom, dan gaat hij rennen. Dan wordt hij bang. David, die kwam toch ook een beer tegen. Wat deed hij met die beer? Verscheuren, halleluja, broodje beer. Ja. En toen kwam hij nog een leeuw tegen. Wat deed hij daarmee? Ook verscheuren. En toen kwam hij Goliath tegen. Halleluja. Toen ging die Goliath, die ging omver. Maar ik kan niet, als David negatief had gedacht, dan was het hem niet gelukt. Want weet je, eigenlijk als we negatief blijven denken in ons leven, is dat een zonde. Want je mist gewoon jouw doel. Want de duivel die probeert jou een negatieve input te geven, deed hij ook bij mij, continu. En ik wil niet vertellen wat de duivel allemaal tegen mij vertelde, maar ik heb hem wel verteld dat Jezus overwinnaar is. En dat God nog een groot doel voor mijn leven heeft en dat hij het onderspit zal leiden. Dat weet ik wel. He, en ik ben niet bang voor de duivel, maar de duivel is bang voor mij. Want hij zit onder mijn voet. En de duivel, ik heb goed nieuws voor jou. Hij heeft een kunstgebit. Hij kan niet eens happen. Probeer maar eens bij een kunstgebit een appel te bijten. Probeer het maar eens. Een hele appel in je mond te doen. Gaat je niet lukken. Maar de duivel is gewoon overwonnen door het bloed van Lam. En omdat jij in het lichaam van Jezus zit, en hij in jou, zal jij vrucht dragen. Dus als jij op zieken de handen legt, dan zullen ze genezen. En dan is het niet alleen op de zieken van je broeder en zuster, maar ook op jezelf elke dag te zegenen. Want de Joden die deden dat. Die zegende de kinderen, ze zegende de man, zo zegende de man de vrouw en hij zegende zichzelf ook. En dat is een mooi principe. Want dan zeg je eigenlijk, ga met God deze dag. En als je met God gaat, dan kunnen er best nog wel dingen gebeuren, maar dan heb je ook wel voordeel. He, wij als mannen onderling, dat denken we willen heel snel even naar de kies zien. En dan hebben we een telefoon in de hand en dan een gaspedaal onder onze voeten. En dan rijden we vaak te hard. En dan komt de Heilige Geest bij je. Zegt, hé hoor, je rijdt te hard. Oh, hier. En daar is de Heilige Geest weer, die je helpt, die jou leidt. En dat is het mooiste. De Gabriel,
jukken in je leven. Een juk van depressie kun je meemaken. Gedeprimeerd zijn. Nou, misschien heb je dat wel. Laat niet jou die depressie jou neerdrukken. Ziektes. Is ook een juk in je leven. Ja, laten we eerlijk zijn. Of roddels. Weet je het al? Oh, dan gaan gelijk die oren meestal omhoog, want het van die konijnenoren. Maar wees voorzichtig met te praten over andere mensen. Want weet je wat wil jullie uitdagen, allemaal. Nou zijn hier, nou praten jullie nooit slecht over iemand anders. Nee, roddelen nooit over een ander, dat geloof ik ook zeker niet in. Maar neem eens gewoon een veren kussen mee. Koop gewoon eens een mooie veren kussen bij Beter Bed, reclame. He, gewoon echt echt zuivere donsveren. En ga dan lekker op de grote markt staan in Zwolle met veel wind. En scheur die kussen open. En laat al die veren eruit. Allemaal eruit. En dat zijn dan die roddels, hè? Die veren. En dat die er allemaal uit zijn. Al die veren. En dan vraag ik jou om na 24 uur al die veertjes op te zoeken en weer in die kussen te proppen. Hoeveel veertjes zal er nog zijn? Nou, heel wat, denk ik. Ja. Dus wees voorzichtig met roddel over andere mensen. Want het bouwt het koninkrijk van God vaak niet op. Nee. Het breekt alleen maar af. He, dus ik wil je daar meenemen. Wat ook een belangrijk iets is, is een laag zelfbeeld. Jaren geleden had ik daar enorm last van. Oh, wat heb ik daar last van gehad. Tot op een gegeven moment dat ik een preek hoorde van een man Gods. En deze man die Gods, die zei een heel mooi diep geheim. Vraag in mijn naam. En het zal u geschieden. Ik vraag in mijn naam en het zal u geschieden. En ik wou. Heer, wat mag ik vragen? Heer, ik vraag om wijsheid. Vroeg Salomo, de Heer vroeg aan Salomo, wat wil je hebben? Rijkdom. Daar gaan we heel snel voor, hè, voor rijkdom. Maar Salomo die koos besloten voor de wijsheid. Hij had een beetje dubbele wijsheid moeten vragen, want zijn eind was jammer genoeg niet zo goed. Maar hij vroeg om wijsheid. De vraag in mijn naam en het zal u gegeven worden. He, dus God kan eigenlijk van een eenvoudige putjeschepper, ja, daar zullen we ook tegenwoordig wel een andere naam voor hebben. In plaats van putjes scheppen. He, maar het geeft niet. Kan hij iets bijzonders maken? Dus God kan zoveel meer in jou doen dan dat wij ooit kunnen bidden of beseffen. Besef je dat? Ik vraag nog een keer aan jou. Besef je dat? Amen. God kan zoveel meer in jou gaan doen. Dat kan je niet voorstellen. Als we in Gods vertegenwoordigheid komen, dan zullen jukken verbroken worden, vijanden verslagen en komt er vrijheid. En dat is iets bijzonders. Wat ik jou vandaag mee wil geven. Gabriel, de volgende PowerPoint. Je bent geboren met een groot plan in je leven. En wat voor plan zal het kunnen zijn voor jou? Daar wil ik mee eindigen. Wil je de volgende PowerPoint doen? Droom daarover. Vannacht. Wat God in jou kan bewerkstelligen. En als je dat vast hebt, hou het vast. En dank God ervoor, want hij heeft jou een openbaring gegeven. Net als dat op een gegeven moment, jaren geleden,
He, ik was een beetje uitgeranceerd. En toen kwam Edward, die kwam. En die begon te profiteren over wat God door mij heen gaat doen. En toen wist ik op dat moment dat er nieuw vuur kwam van de Heilige Geest op mijn leven. En die mijn leven drastisch veranderde. Kun je heel zachtjes de dingen aan zetten, de Holy Spirit. En die veranderde heel zacht, die veranderde drastisch op dat moment mijn leven. Want hij sprak over hetgeen wat geprofiteerd was over mij. 17 jaar geleden. En ik zei, Heer, ik dank u wel. Ik dank u wel dat u gespecialiseerd bent in uw mogelijkheden. Want onmogelijkheden zijn mogelijk bij God. En alles is mogelijk voor degene die gelooft. En vandaag zijn we hier ook gekomen als gelovigen. Om alles is te mogelijk bij jou. En dat wil ik ook voor jou activeren. Dat alles is mogelijk. Alles is mogelijk. En wat je maar wil, dat kun je ontvangen van de levende God. En als je denkt dat het een Ferrari is, en God zijn bedoeling is dat, amen. Maar als het een miljoen zielen voor Jezus te winnen, en je wil het graag, amen. Dan zal het gaan ontvangen. En dat is juist de kracht van God in je leven. Als je wilt, mag je hier voorkomen te staan. Gewoon allemaal in één rij. Kom maar hiervoor te staan.